groot. En dat eiland heeft heel lang geïsoleerd gelegen. En daardoor konden halfapen daar ontstaan. En dan heb ik eigenlijk een vraag voor jullie allemaal. Of iedereen zijn handen wil opsteken als jullie denken dat een halfaap een echte aap is. En wie denkt dat een halfaap een kruising is tussen een aap en wat anders? Ook graag vingers. Nu zie ik wat meer vingers. Sorry, een halfaap is een echte aap. Mensapen zijn ook zo genoemd, halfapen zijn ook zo genoemd. Maar zoals je goed naar deze halfapen kijkt, ze zien er toch wel heel anders uit dan alle andere apen die je hier hebt gezien. En dat komt ook omdat ze zo geïsoleerd leven op dat eiland van Madagaskar, hebben ze eigenlijk over de miljoenen jaren helemaal niet hoeven te veranderen, slimmer hoeven te worden, groter hoeven te worden of sterker hoeven te worden. Dus eigenlijk zien halfapen er nog heel prehistorisch uit, zoals apen er toen ook allemaal nog uitzagen. En als je ook goed naar de kop kijkt, is dat ook weer heel duidelijk. Ze hebben een hele grote neus, zoals je bij deze ziet. Hé, meisje? Ze hebben de oren die ze nog steeds kunnen bewegen. Hun ogen staan wat meer naar de zijkant. En hun neus is ook nog steeds nat en er zitten snorharen aan de zijkant. Nou ja, die neus, die grote neus, die heeft ook gelijk een hele belangrijke functie bij halfapen. Want halfapen doen heel veel met geur. Geur is gewoon heel belangrijk en daar doen ze gewoon heel veel mee. En dan moeten ze... En daarmee zetten ze ook hun gebied uit. Daarmee laten ze weten van hier woon ik, hier hoor ik thuis. En dit is mijn territorium. Alle halfapen hebben ook allemaal geurklieren. Dus als je de halfapen ziet. Nou, Lierla, je haalt even de roodbuiken weg. We noemen hem ook wel Lier de Klier. Dat is een beetje een irritantje van onze Faris. De Faris zijn iets territorialer. Die hebben zoiets van het is mijn territorium, mijn gebied. Daar komen jullie allemaal niet bij. Nou, de halfapen hebben ook allemaal geurklieren. De meeste halfapen hebben allemaal wel een geurklier onder de staart. Dus als je met de kont ziet schuren of wat dan ook, dat betekent niet dat ze jeuk hebben. Maar dat is gewoon om een geur af te zetten van hier hoor ik thuis en hier woon ik. Dan hebben ze ook nog geurklieren op andere plekken. De faris hebben ze op de borst zitten, dus die willen ook regelmatig met de borst ergens overheen. Oh, wat hang jij er mooi bij, kerel. Kijk eens. Goed zo. De varens willen ook regelmatig met de borst. De katten hebben zelfs geurklieren op de onderarmen zitten. En onze roodbuikman heeft zelf een geurklier boven op zijn hoofd. Nou, dat is voor hun dus heel belangrijk. Ze doen dus heel veel met geur. Ze hebben een beetje motta. Doe ze lief tegen elkaar, jongens. En dan wou ik graag ook de apen een beetje individueel voorstellen. En dan wou ik graag beginnen bij onze roodbuikenburen. Hey. Gooi ik hier even wat voer in voordat de varens irritant komen doen. Die zijn toch wel een beetje de baas hier. Die willen vaak wel even doen. En hier hebben onze familie roodbuiken zitten. En dan wil ik graag jullie de buik van mama laten zien. En die is niet rood, die is wit. En eigenlijk hebben ze de naam echt te danken aan papa die hier beneden zit. En die heeft een mooie rode buik. En dat is ook de enigste met een rode buik. En hier bij hun zoon van vorig jaar, die begint nu langzaam die buik ook rood te kleuren. Die begint ook die witte oogvlekken te krijgen die papa heeft. En meestal een jaar, twee jaar beginnen de mannen echt zo'n rode buik te krijgen. En de vrouwtjes blijven altijd een witte buik houden. Nou, we hebben ook een baby bij mama, die zit heel mooi in de lies. De meeste apen dragen hun baby op de rug of op de buik. Nee, de roodbuikjes dragen de baby heel mooi in de lies. En vorig jaar had ze dus de tweeling hier. En die zaten dus allebei aan één kant in de lies, als een gordeltje. Zag je aan elke kant een kopje vandaan komen. Dat was wel heel leuk om te zien. Nou, dit jaar heeft ze één kindje. En zo wordt de familie van 5. Nou, papa ziet er ook wel heel stoer uit. Dus papa, hij heeft mooie scherpe hoektanden die ook mooi eruit ziet komen. En papa heeft zo'n heel gaaf kapsel. Dat betekent niet dat wij elke ochtend daar wat gel in smeren. Dat wij een potje gel meenemen. Dat we denken van, we maken het kapsel bij papa even wat stoerder. We zijn even gemeen tegen elkaar. Nee, dat komt omdat papa, zoals ik al zei, die heeft een geurklier boven op zijn hoofd zetten. En als hij de geur afgeeft, dan krijgt hij zo'n heel mooi stoer kapsel. Nou, dat betekent ook niet dat papa gelijk heel stoer is. Want papa heeft eigenlijk helemaal niks te vertellen hier. Mama is de baas. Bij alle halfapen hebben eigenlijk de vrouwtjes het voor het zeggen. En hier dus ook. Papa moet gewoon naar mama luisteren. De kinderen moeten ook naar mama luisteren. En als mama het zat is, dan zegt ze er ook wat van. En dit jaar mogen de kinderen van vorig jaar in de groep blijven. Vorig jaar mocht dat niet. Toen had mama nieuwe kinderen, de tweeling. En toen moest het kind van vorig jaar op weg. Die moest opzouten. Daar had ze geen zin meer in. Maar nu mogen ze er mooi bij blijven. En dat is wel heel leuk, want onze kinderen zijn vorig jaar in een speciale tijd geboren. En als ik zeg dat ons mannetje Fufu heet, dan weet denk ik bijna iedereen ook wel hoe het vrouwtje heet. Zela. Die hebben hem maar Zela genoemd. Nou, we hadden toen één toeter tijdens het WK, we hadden twee aapjes die geboren waren. Dus hadden we ze Fufu en Zela genoemd. Dan hebben we twee kleine roodbuikjes. En dat is nu een familie van 5.
Nou, dan wil ik graag verder gaan met onze paris hier. Kom maar jongens, gaan jullie mee deze kant op? Ja, jij ook. Dag. Paris zijn eigenlijk echte boombewoners. Dit zijn de rode paris. Je hebt meerdere soorten. En wij hebben hier vier mannen van de rode paris zitten. En rode paris die zijn... kunnen heel mooi hangen aan de achterpoot, zoals je ziet. En dat komt omdat het echte boombewoners zijn. En dat is niet een trucje wat wij ze hebben geleerd. Dat kunnen ze eigenlijk al van nature. En zo kunnen ze bij alle blaadjes, vruchtjes, bloemetjes en alles wat boven in de boom hangt aan een dun takje waar je normaal niet bij kan. Als je mooi aan je poten zo gaat hangen, dan kan je er allemaal net bij. En dan ben je allemaal net wat langer. Dat is mooi, kerel. Sommigen willen ook een hangjongeren noemen. Hij niet. Hij is wat ouder. Die twee broers hebben nu even ruzie. Dat zijn twee broers. Ze zijn allebei 19 jaar oud. En een half aap wordt vaak zo.